Justitie-minister Kenneth Amoksi zegt dat er een apart beleid is uitgestippeld voor de aanpak van jongeren die zich verzamelen bij Wakapassi en de Hermitage Mall. De bewindsman ging vanmorgen voor de aanvang van de Raad van Ministers in op vragen rond de chaotische situatie in de binnenstad afgelopen zaterdag. Eigenlijk bepaald beleid uitgezet. En eigenlijk misschien twee weken voordat dit zich heeft afgespeeld van die jongeren. Is er een bepaald beleid uitgezet vanuit het korps. Dat ten aanzien van de locatie, bijvoorbeeld Hermitage Mall en Wakapassi, dat er een bepaald beleid al zeker 2-3 weken wordt uitgevoerd. En dat is dat vroegtijdig de politie daar is. Vroegtijdig, tegen 8 uur zo, worden die locaties gesloten. Zodat tegen de tijd dat het lockdown is, 9 uur, dat al die plekken rustig zijn, schoon zijn. Dat is het bepaald, dat is het beleid dat wordt gevoerd. En dat is ook, dat hebben ze ook toegepast. Vandaar dat die rellen, dus die drukte bij Wakapassi, vroegtijdig geneutraliseerd is. Amoksi zegt dat het nieuwe beleid van justitie bekend is bij de ondernemers en standhouders van Wakapassi en de Hermitage Mall. De geruchten dat de ondernemers niet op de hoogte waren van de nieuwe maatregelen, verwijst de minister naar het Rijk der Fabelen. Er is een bepaalde strategie toegepast de afgelopen tijden en dat heeft gewerkt. Dus in dit geval hebben die rellen hebben zich niet bij de Hermitage wel of bij Wakapassi afgespeeld. Kijk, eigenlijk moet u dit breder zien. Hè? Er is een bepaalde druk op de regering, maar ook op de bevolking. Toch? Er is een COVID-pandemie gaande. Wij als regering, wij moeten de gezondheid beschermen van ieder. Wij moeten alles reguleren. Maar mensen hebben het moeilijk. Weet je, als u bijvoorbeeld misschien een bijbaantje had, misschien bent u het verloren, u hebt het niet meer. Mensen hebben minder inkomen, mensen zijn vaker thuis, weet je, in gezinnen. Bijvoorbeeld zaken als huiselijk geweld. Wereldwijd hebben deze geweldsvormen. Ze zijn hoger. Amoksi zegt dat wij als gemeenschap onze jongeren moeten beschermen en begeleiden. In de komende periode zullen buurtorganisaties worden bezocht om de jongeren toe te spreken. De mensen die vernielingen hebben aangebracht tijdens de rellen van het afgelopen weekeinde zullen worden opgespoord.